Mocht er meer informatie naar buiten komen, dan melden we dat uiteraard op onze website. Het was deze week even flink glibberen op de weg. Vooral in de ochtend en de avond. Als de temperatuur rond het vriespunt schommelde, konden de wegen behoorlijk glad zijn. De DAR werkt er dag en nacht aan om de straten weer schoon en begaanbaar te krijgen. Ja, we hebben de zoutloos alweer bijna leeg. De strooien staan gevuld in de hal, die staan in spaat klaar. Mocht het weer nodig zijn, kunnen we naar buiten, kunnen we uitrukken. Als we een grote strooiactie hebben met maximaal zout gebruikt, dat is 20 gram voor fietspaden, 15 gram voor de hoofdwegen. 50.000 kilo is dat. Dat is maar een klein gedeelte van wat er hier ligt. In één zo'n hal, daar ligt 600.000 kilo. Dus daar kunnen we wel even mee vooruit. Dus als dat nu ligt, kunnen we de veiligheid voor Nijmegen en daaromheen in ieder geval garanderen? Absoluut, ja. Daar sta ik garant voor. Maar zijn we ook tevreden met het resultaat? Via social media vroegen we onze Nijmeegse volgers wat zij tot nu toe vonden van de wegen. Met betrekking tot strooien en begaanbaarheid. Bijna de helft van de mensen die reageerden meldde dat ze vinden dat het beter kon. En waren dus licht ontevreden. Toch was ook een derde deel redelijk tevreden en zei dat het resultaat goed genoeg was. Ook op straat vroegen we voorbijgangers naar hun mening over dit onderwerp. Is er genoeg gestrooid bij u bij de voordeur? Ja, er waren mensen die daar iets aan hadden gedaan of weggeveegd. Nee, toch? Wij wonen in een zijstraatje daar, dus nee, eigenlijk niet. Oké, dus en dan hebben jullie dus best wel een gladde weg voor de deur? Nou, dat valt eigenlijk wel mee, gelukkig. Toch? We zijn nog niet gevallen, nee. Nog niet gevallen, oh gelukkig. Bij mijn voordeur niet, nou, ik woon in een flat. Aan de kromme elleboog, aan de Walen, en daar is dus niet gestrooid. Okay. Bij mij wel. Bij jou wel? En jullie wonen samen? In dezelfde straat. Ja. Ik heb geen last gehad van gladheid, maar ik zie niet overal zout liggen. Dus, Nee hè? En dus je bent nog niet gevallen? Nee hoor. Okay, en over het algemeen in de stad en gewoon overal waar je loopt, vinden jullie dat er genoeg gestrooid is op de weg? Op de grote wegen wel, maar sommige kleine wegen, tenminste gisteravond niet. Was je gevallen of dat niet? Nee, dat gelukkig niet.